Fuck. Ik heb mijn venster laten opstaan. Mijn plantje. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we zaterdag. Het is nu iets na 7. Straks ga ik naar IKEA in Gent, want die verjaart vandaag zijn 10e verjaardag. Gisteren heb ik dit boek gelezen. Het is het boek van Else Verten, Allemaal willen we de hemel. Het gaat over eigenlijk een jongen die samen met zijn vriend naar de oorlog wil. Want het speelt zich af in 1993, het verhaal. Dus dat was een heel mooi boek, want ik lees eigenlijk heel graag van die oorlogverhalen met een kantje, voor jongeren eigenlijk. Ik las ook heel graag het verhaal van Niet omkijken, Camille. Ik las heel graag het verhaal van De jongen in de streep te Miyama, het verhaal van Anne Frank, het verhaal van de kanarie, de hele kanarie. Dus dat is echt wel mijn ding. Vandaag ga ik een nieuw boek beginnen. Dit boek, ik denk dat dit niet zo mijn genre gaat zijn, maar ik ga het wel eens proberen. Ik ben trouwens echt al een paar dagen snef verkouden. Dat hoor je wel aan mijn stem. Dat zie je misschien ook aan mijn gezicht, want ik heb echt op een miljoen keer mijn neus moeten snijden. Dit is van A Blissful Day. Met een underscore ertussen. We zijn al naar IKEA en Vibra geweest, nu nog naar de Action. Hallo, we zijn net in de Action geweest. Ik heb een paar dingen gekocht. Maar ik ga het jullie sowieso nog laten zien. Nu moet ik even in de auto komen zetten. Zodat ik op mezelf kan stotteren. Het was veel volk aan de kassa in de IKEA, maar in de winkel zelf viel het precies nog wel mee. Vandaag is IKEA gaan 10 jaar geworden. Fuck. Ik heb mijn venster laten opstaan. Mijn plantje. Ik had dus een super mooi pannenkoek. Plantje. Ik ga nu laten zien wat er nog veel overschiet. Een hoopje aarde, blaadjes, op de grond. Heel veel blaadjes. De tweede dit.
voor de les wel. Dus Daniel zit nog in de grond met in de wortels. Dus misschien gaat hij nog leren. Maar ik moet zeggen dat je ziet er niet zo frisjes uit. Hallo, even een update. Sinds ik ben thuisgekomen van het winkelen en het bezoek van mijn broer, ben ik heel de avond eigenlijk al lam. Omdat ik echt super verkouden ben op dit moment. Ik hoest de hele dag door. Ik heb een hele hoop zakdoeken om vol te snotteren. Ik heb wel lasagne gemaakt vanavond, zelfgemaakte lasagne. Met courgette, aubergine. Wacht, sorry. Oh, mijn neus. Ik voel dat het gaat komen, maar het komt niet. Gaat gaan? Geen idee. Ik heb dus lasagne gemaakt, vegetarische. Met courgette, aubergine. Vegetarisch gehakt. Toen ging ik hopeloos op zoek naar een film. Na een paar films beginnen kijken, heb ik besloten om Divergent te gaan kijken. Omdat dat een film is waar je niet al te veel moet nadenken, aangezien dat ik hem al een paar keer heb gezien. Maar het is wel een mooie film. Dus echt zo om in je zetel mee te leggen. Als je geen vet hebt om iets anders te doen. Ik ging jullie nog dingen vertellen. Maar ik ben het vergeten. Maar ja, ik heb mijn tripje naar Oslo geboekt. Ik ga van 19 tot 23 februari naar Oslo, de hoofdstad van Noorwegen. Ik heb er echt super veel zin in. Omdat ik echt denk dat het een beetje een soort veertje gaat zijn als in Kopenhagen. Ik hoop daar eigenlijk ook op. Of dat ook beter is dan Kopenhagen. Want Kopenhagen was echt zo hard mijn droombestemming. En dus ik ben heel benieuwd wat Oslo nu gaat geven. Ik verblijf in een hostel. En daar heb ik heel veel zin in. Een deel de reis uiteraard. De 19e ga ik wel gaan werken. Maar ik stop een klein beetje vroeger. Zodat ik op tijd de trein kan nemen naar Brussels Airlines. Om 8:50 s'avonds te gaan vliegen. Ik heb daar straks trouwens even deze pot geleend van mijn mama. Dit is een pot vaseline van Kruidvat. En ik denk dat deze super hard van pas gaat komen. Want hier heb ik een redelijk harde verdikking door al het snuiten. En ook heel veel roodheid van al het snuiten. Ik ben echt moe. Maar eerst dit. Eerst nog een keer goed mijn neus snuiten. Een hoesje. En nu de klaar vaseline. Ook over mijn lippen, want mijn lippen zijn heel erg droog. Zo. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei!